Welkom in Content Veen. Vandaag begon als iedere andere dag lekker rustig. Maar toen ik het steen uit mijn nieuwe karretje wilde halen, zag ik iets wat ik nog nooit eerder had gezien. Ver boven het bos vloog er een mega grote portal in de vorm van een oog. Hij keek uit over mijn hele basis en kon alles in de gaten houden. Mijn spulletjes gingen snel de kist in en ik ben gauw op onderzoek gegaan. Ik hoorde dat als we geen 6000 likes halen op deze video, het oog vreselijke dingen zal uitvoeren. Jongens, ik kan mijn ogen niet geloven. Snap je hem? Want het is een oog. Ik join de server en het eerste gewoon wat ik zie is dit. Althans, het eerste wat ik zie, ik was een beetje aan het rondlopen, een beetje aan het voorbereiden voor de opname, want ik wilde Fred gaan terughalen deze video. En ik zie in één keer een grote portal. Huh? En ik ben eerlijk gezegd een beetje bang om erin te gaan, want een portal leidt natuurlijk gewoon naar de Nether. Dus, maar waarom staat daar een portal? Waar gaat dit mij heen leiden in de Nether? Ik ben een beetje bang. Ik ben oprecht bang om erin te gaan. Maar wat leuk dat jullie bij deze video zijn. Laat ik even voorbereiden om erin te gaan door al mijn spulletjes weg te doen. Ik bedoel, het is Netherite, dus het kan lava overleven. Maar ik heb geen zin in gezeik en andere onzin. Dus ik ga even hele slechte items ga ik meenemen. En dan kijken waar het me heen brengt. Dus de armor gaat uit. De walnutwaaier zeker, die gaan we niet kwijtraken. Zullen we dat dan even in een chocoboxje stoppen? En dat dan gewoon hier doen. Hier, kijk, doen we het in een paarse chocobox. Die plaatsen wij hier. Dat is een lelijke plek. Die plaatsen wij iets minder lelijk hier. En daar doen we al mijn gear gewoon in. Mijn vuurwerkjes ook. Wat willen we nog meer? En de chest. Dat vind ik ook riskant. Maar dat is wel handig om bij me te hebben. Oké. Okay. Crafting tables maakt niet zo uit. Lanterns, ja, die kunnen net zo goed op mijn hoofd. Ik bedoel, als ik er 11 kwijtraak, boeit het niet zoveel. En dan de stonecutter. Ja, dat is geen zin om bij me te hebben. Een bed wel. Oké, okay, dan hou ik dit bij me. Dan wil ik goede gear pakken. Of nou, goede gear. Reserve gear. Dit diamond zwaardje met smite. Fire protection. Deze helm niet. Deze broek. En deze pants. Of dingen, weet ik veel. Gaan we dit aantrekken? Oh, wat zien we er goed uit. Jongens, ik vind het spannend. Ik ga erin. Ik weet alleen hoe ik erin kom trouwens. Ik heb mijn zwaardje bij me. Misschien is een pickaxe en zo ook handig nog steeds. We doen gewoon deze shovel met fortune. Deze diamond axe. En deze pickaxe. Zo. Hoppakee. Ik ben ready. Voor ben ik voor wat het is. Oh, ik heb geen elytra. Oh, mijn god. Ik ben vergeten dat ik geen elytra had. Ik wilde wegvliegen. Nu ik me bedenk, misschien zijn blokken wel handig om... Oh, mijn god. Echt waar. Die fall damage is weer echt heel erg. Misschien zijn blokken wel handig om erheen te bouwen. Zo'n elytra was... Oeh, ik heb een idee. Kijk, wat nou als ik wel gewoon met mijn elytra erheen ga? Daar een klein platformpje of zo bouw waar ik dan op kan staan. Voordat ik erin ga. Van steen natuurlijk. En dan gaan we erin. Maar dan kunnen we mijn shulkerbox kunnen we daar neerzetten. Ik wil niet. Oh, ik kon ook gewoon trouwens hier staan. Oké, laten wij dan hier perfect in het midden. Dan ziet het er misschien... Het matcht wel, zo'n zwarte zo'n paar shulkerbox. Daar onze goede gear doen. Die en dan die. Dan doen we onze slechte gear aan. Droppen we dit kobbelstoontje. Dag! Oh! Hij is weg. En dan gaan we er denk ik in. We staan ready hier. Het moet wel mooi blijven. Ik bedoel, ik vind het er wel mooi uitzien. Dus ik als bouwer zijnde kan natuurlijk niet zo'n bouwwerk verpesten. Maar wat is dit? Wat is dit allemaal? Ik vind het eng. Ik vind het heel eng. Jongens, reageer nu eventjes in de reacties. Wat jij denkt dat dit is. Waar gaat dit mij heen leiden? Wat gaat het doen? Reageer het nu eventjes in de reacties alsjeblieft. Weet dat je ook gewoon kan wachten tot ik erin ga en dan kan zien. Maar ik wil weten of jullie het goed gegokt hebben. Ik weet dat ik naar de Nether ga, dat sowieso. Maar waar? Oké. Laten we gaan in 3, 2, 1. Oeh, ik denk dat ik in een of ander fort terecht kom of zo. Oeh. Huh? 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 Oh mijn god. Wacht even. Ik snap er even helemaal niks van, jongens. Ik heb echt even een brain fart. Waar ben ik? Ik ging letterlijk door een Nether portal. Nou, je zou denken, hey, Nether portal, Minecraft logic. Nether portal is Nether. Nether portal is niet normale wereld. Dit klopt niet. Waar ben ik? Wat is dit? Er zit rot vlees, witte wol, andesite. Oh my days, wat is dit, ouwe? Waar gaat dit heen? Waar ben ik beland? Wat is dit voor raar iets? Nee. Nee. Mijn brein kan dit niet aan. Dit wacht. Dit kan mijn brein niet aan. Dit is Content Veen 1.nu. Nu snap ik het ook. Althans, ik snap het niet, maar ik herken dit nu. Wacht even. Ben ik nou in Content Veen 1.0? Maar... Nee, ga weg, wacht.
Jongens, ik volg het even niet meer, hoor. Ik volg het echt even niet meer. Dit is Floors basis. Ik durf er gewoon bijna niet heen. Weet je hoe lang ik hier niet al... Ik kan niet eens meer normaal praten. Weet je hoe lang ik hier niet al geweest ben? Dat is zo lang geleden, jongens. Ik durf ook... Mijn brein doet pijn. Echt waar, au. Jongens, voor degene die Content Veen seizoen 1 hebben gekeken. Dus dat is voor mijn hele kasteel en zo. Dit hier was mijn basis. Hier heb ik ook echt een aantal maanden aan gewerkt. Althans, dat valt ook wel mee. Ik weet niet eens hoe lang ik eraan gewerkt heb. En nu zijn we er ineens weer. Voor de echte OG's, die denken waarschijnlijk ook echt van... Yo, what the fuck? Hoezo ben jij ineens hier? Same. Ik weet niet wie die portal gemaakt heeft. Waar is hij ook? Goh, ik heb niet eens boven me gekeken. Maar hij is daar niet. Ik viel uit de lucht, maar geen portal te bekennen. Oh my days. Zijn we nou echt in Content Veen 1.0? Zijn we nou... Waarom heb ik mijn eigen spullen nou niet bij me? Oh nee, waarom heb ik mijn spulletjes niet mee? Waarom heb ik niet gewoon mijn Rini Ragger en mijn... Oh, ik heb allemaal poepspulletjes bij me. Ik heb allemaal... Oh, het begint te regenen. Ja, leuk. Gezellig. Hallo? Hey, Content Veen 1.0. Wat doe ik hier? Wow, wat leuk om hier weer te zijn eigenlijk. Oh, wat heb ik dit gemist, deze basis, hé. Hey? Wow. Oh. Waarom schrik ik van bliksem? Ik schrik nooit van bliksem. Wat denk ik voor nerd ineens? Dat ik doe op bliksem. Dat was een of andere domme reactie. Oh, mijn god. Mijn pandaatjes zitten erna. Hebben ze nog namen? Vatsige Floor. Reet dikke Rick. Bolle Ido. Joekel Justin. Aangekomen Anne 2. Natnek Nathan. Massieve Max. Je ligt nog steeds op je rug. Brede Broeder. Wie zit hier? Reusachtige Robin. En Ronde Rini. Oh, wat hebben de pandaatjes. Waarom is het zo slecht weer? Is het nacht? Kan ik slapen? Ja, volgens mij wel. Ah, kijk. Top, regen is ook gelijk weg. Oh my days. Mijn grote gat. Oh, dat klinkt heel vreemd, maar... Hier heb ik zoveel werk in zitten. Wow, René de Grot en mijn kist. Zitten mijn spullen nog in de kisten? Nee. Als dat zo is, welke kist ga ik kijken? Ik weet niet welke kist. Ik durf niet eens te kijken. Heb ik een waardevolle kist, weet je, gewoon een steenkip. Oh, ja. Oh, alle spulletjes zitten er nog in. Letterlijk alles. Oh mijn god, als ik dit mee kan nemen naar mijn eigen basis, dan heb ik gewoon extra spullen. Wow, zelfs alle spulletjes zitten er gewoon nog in. Wacht. Oeh. Dit is een riskant iets. Deze en de chest. Hij is leeg. Waarom is hij leeg? Nee, mijn spullen. Oh mijn god, ik heb ook geen pickaxe om deze te hakken. Oh mijn god. Waarom liefst dat managers letterlijk? Waarom ben ik niet gewoon in deze gaan kijken? Mijn donatiemuur hier. Wow. Jongens, laat even in de reacties weten. Als jij Content Veen 1 helemaal gezien hebt. Of dat jij delen ervan gezien hebt of zo. En laat weten als jij het niet gezien hebt. Maar dat zeg ik een aanrader. Ga het lekker kijken. René de Grot. Wat heb ik jou... Oh, zou René er zijn? Natuurlijk is René er niet. Trouwens, dat kan ik niet eens zeggen. Ik ben in de wereld. Wie weet ben ik niet gewoon een jaar terug de tijd ingegaan of zo. Oh mijn god, René, de cave met de chestroom hier. En de katten overal en de project XIV. Hey, de vissen zitten er zelfs nog in. Wow, dit is zo cool. Dit is zo leuk om hier weer rond te lopen, hé. Oh mijn god, hé. Maar ik ben nog heel even ook een beetje mijn brein. Die is ook nog aan het bedenken van, hey... Leuk dat je in één keer weer in Content Veen 1 bent, hè? Het ziet er hartstikke leuk uit nog steeds. Ik bedoel, ik ben hartstikke blij met mijn basis die ik hier gemaakt heb. Maar waarom ben ik hier? Wie heeft daar een portal geplaatst die bedacht van... Hé, laat ik Max terugbrengen naar Content Veen 1.0. Oh, de bank. Waar zat die knop ook alweer? Dat was niet de knop, want deze deur kon open. Hè? Deze dan. Oh, ja! De bank! De bank die nooit af was. Content Veen 2.0, jongens. Ik beloof het, we gaan de bank afmaken. We gaan de bank afmaken. Althans, niet deze, maar we gaan een nieuwe bank maken die dan wel werkt. Och, die moest ik altijd snel rennen. Dat wist ik nog. Mijn bijtjes zijn wel weg, denk ik. Dat vind ik wel jammer. Oké, leuk. Heel leuk dat ik hier ben. Echt heel leuk. Maar wat doe ik hier? En hoe kom ik hier weg? Ja, het is leuk als ik een portal zou hebben hierheen voor standaard. Maar ik vind het wel een beetje mysterieus om hier te zijn. Laten we even kijken bij Floors basis en daarachter gelijk Rick zijn basis. Want ja, ik weet natuurlijk nog precies hoe het er allemaal uitziet. Het is het gek om hier te lopen alsof ik een jaar terug in de tijd ben gegaan. Heel vreemd. Echt heel vreemd. Oh, maar ik kan me dat thuis niet eens herinneren, weet je, dat die daar stond. Oh, Floor! Dit is jouw huis in... Of niet? Dit lijkt wel op de huis in Content Veen 2.0. Of heb ik het fout? Het lijkt heel erg op haar huis in 2.0. Is het hem ook? Nee, het is hem niet. Maar het lijkt erop. Is het... Dit is verdacht. Floor, het lijkt alsof jouw huis van 1.0 hier gekopieerd hebt naar 2.0. Maar is hij van binnen ook zo? Nee, van binnen...
En is hij leeg? Oké. Hij lijkt er verdacht veel op. Maar goed, Floor is hier niet, overduidelijk. Laten we naar Rick zijn basis. Oh mijn god, die is nog steeds in de kerstsfeer. Ik snap er echt niks van. Ik snap er echt geen ene stinkdoris van. Kingdom Force. Oh ja, het is niet eens Forden. Het is gewoon Force. En dan in de kerstsfeer, letterlijk. Moet je nagaan hoe lang dit geleden is, jongens. Het is nog in de kerstsfeer. Oh mijn god, dat ben ik snel. Ik had hier ergens ook mijn geheime basis toen gemaakt. Die zat onder zo'n dingetje. Is die weggehaald? Hier zat hij. Kijk, hij heeft hem gewoon helemaal weggesloopt. Rick! Het zou wat zijn als Rick hier echt was. Oké. Laten we het minecart systeem terugnemen naar huis. En dan gaan we even kijken hoe wij terug naar huis kunnen. Naar Content V2.0. Maar oh mijn god, dat is het cool om hier weer te lopen, hé. Het is een soort, ja, nostalgie gevoel. Terwijl het nog niet eens zo lang geleden is. Zo, dan zijn we inmiddels weer bijna aangekomen in de oude basis. En dan gaan we even kijken hoe we dit wel kunnen oplossen, jongens. Want ik vind het wel echt heel vreemd. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, maar ik weet wel dat ik het heel vreemd vind. Dump hier jouw panda. Tikt. Oh ja, dat verkocht ik. Het winkeleiland. Oh. Oké, jongens, we gaan alleen nog heel even naar het winkeleiland. Dat is het enige wat ik even wil doen. Hey, zou deze portal mij trouwens niet gewoon letterlijk terugbrengen naar mijn eigen basis? Naar Content 2.0? Nee. Overduidelijk niet. Oh mijn god, deze hele netherhub was ik vergeten. We hadden echt een goede netherhub hadden wij in 1.0. Die zit echt goed in elkaar. Dat was naar Rick's basis. Dit van Vla. Van Vla. Van Floor. Van Vla. Oké. Hierheen was het winkeleiland. En ponk. Ja, het is allemaal. Laat me met rust. Ga weg. Hier, stink op. Stink op. Hoppakee. Oh, mijn vliegende boot die ik nooit heb afgemaakt. Jongens. En mijn krokante krap, ik zie je wel daar in het hoekje. Het winkeleiland. Oh, de nether end portal hadden we hier, omdat we dan dat opgelost hadden. Wow, winkeleiland. Dit was nog een eiland. Echt daadwerkelijk een eiland. Kijk, mijn krokante krap. Walnuts Winkel heet hij ook. Zijn er nog dingen gekocht in de tussentijd? Nee, hè? Even checken. Misschien heeft iemand nog wat gekocht in de meme, maar ik denk het niet. Oh, god. Dit is zo grappig. Ik weet niet hoe vaak ik oh mijn god of wow of wat fuck gezegd heb. Ik ben gapen. Maar het is heel cool. Ik vind het echt heel cool. Store van Rick Force. Kan ik hier nog dingen kopen, Rick? Zijn er nog dingen beschikbaar? Ik wil Infinity. Hij is op. Ik wil Silk Touch. Op. Allemaal op. Nathans winkel daarboven ook gewoon nog. Jezus, hé. Alright, laten wij even kijken of we mezelf een beetje gemakkelijk kunnen maken hier. Misschien een Elytra kunnen regelen of zo. Want ik weet dat ik die bij Nathan kan kopen, maar dan heb ik diamonds nodig. Maar ja, waarom zou ik het kopen? Waarom ga ik het niet gewoon stelen? Ik kan het letterlijk pakken. Nathan is ook gewoon niet meer hier. Niemand is hier meer aanwezig. Iedereen is natuurlijk gewoon naar Content Veen 2.0 verhuisd. En ik weet niet eens meer hoe je hier normaal terecht zou komen. Ik weet niet even, hiernaast staat die portal waar die vandaan kwam. Oké, zeg maar dat die dingen nog verkocht worden. Die werden in het midden verkocht, die Elytra. Ja! Oké, ik steel er gewoon even 3 van Nathan. Ik bedoel, het is niet alsof hij nu nog hier gaat komen om die diamonds te claimen die hier mogelijk zijn. En vuurwerk, hallo? Hallo, dat gaan we even stelen. Is er ook een shulkerbox die ik kan pakken, toevallig? Worden er ook shulkerboxen verkocht? Nee, hè? Oké, laten we even die Elytra omdoen. En ja, ik moet wel oppassen met mijn enchants, als in hij kan stuk gaan. Maar daarom heb ik er zoveel gepakt. Ik ga ze gewoon allemaal pakken. Zo, hoppakee. En dan vliegen wij terug naar de portal. Het is alsof ik gewoon weer Content V seizoen 1 aan het spelen ben, daadwerkelijk. Laten we verder gaan met iets. Gaan gewoon iets verder bouwen of zo. Oké, maar ik heb wel echt antwoorden nodig. Wie heeft mij hierheen gestuurd? Wie heeft die portal gemaakt? Dat is een beetje dezelfde vraag. Hoe kan het? Hoe ben ik die naar de nether gebracht? How is it all possible? Oké, heb ik hier toevallig niet nog een armor stand of zo ooit gebouwd met een Elytra? Hey, ik zag die helm. Ik denk misschien dat ik die op kan doen. Maar waar zijn mijn lantaarntjes heen? Ik had 11 lantaarns op mijn hoofd. Ik snap er helemaal niks van. Oké, maar heb ik een waardevolle kist ergens? Hier is ijzer. Oké, maar met diamonds had ik dus in mijn ender chest. Maar de ender chest die is weg. Die is wel verdwenen. Laten we even nieuwe lantaarns op mijn hoofd doen. Nou, trouwens, nee. Ik ga gewoon een helmpje opdoen. Dus ik heb een beetje de bescherming nodig. Kom maar, zo. Doe een helmpje op. Oh, het is heel gek om bij mij een helmpje op te hebben. Daar ben ik niet aan gewend. Dan in de ender chest plaatsen wij al deze elytra's. Hoppakee. En dit en wat extra dingen. Maar dan moet ik alleen een chant. Heb ik niet een pickaxe met Silk Touch of zo erop staan? Nee. Oh. Oké, nou prima. Maakt niet uit. Het is goed genoeg zo voor nu. Naar huis. Of wil ik hier nog heel even blijven? Ik weet niet eens hoe ik naar huis kom. Moet je nagaan. Hey, er is water aan het lekken hier. Wat gebeurt er? Hallo. Dat is niet de bedoeling. Er is daar wat stuk. Dat gaan we gelijk fixen. Ik heb letterlijk nog steen bij me. Steen van content van het andere wereldje heb ik gewoon. Zo, steen bij me. Oké, kijk. Gelijk gerepareerd. dan gaan we vast even wat eten regelen. Want we weten niet. Waarom ligt hier overal sneeuw? Even wat eten regelen. We weten natuurlijk niet hoe lang we hier blijven. Maar waarom ligt hier overal sneeuw? Hallo.
Dat ziet er niet uit. Oh mijn god, mijn systeem. Oh, wat jammer dat de farms leeg zijn, anders kon ik ze even gebruiken. Maar er zal vast wel wat eten hier zitten. Nee, nee, nee. Dat meen je. Oh, hier. Oh, natuurlijk. Ik moet onderop kijken, joh. Maar zitten hier dan ook niet? Heel veel. Juist, baked potatoes. Hoppakee, die nemen we mee. Zo. Gaan we even slapen. Dan kan het er even dag worden. Ik vond ook wel iets voor mij om mijn waardevolle spullen ergens in een kist of zo achter te laten. Toen we weggingen uit Contentveen. Alleen, ja, ik denk dat ik dat toch in mijn ender chest heb gedaan. Heeft René niet nog goede loot ergens liggen? Dat hij dat wel gewoon in kist heeft gedaan. Oh, dat kan, dat kan, dat kan. René, waar is jouw goede loot? Kijk, we hebben hier al betere broek gevonden op zijn minst. Die gaan we aandoen. Dankjewel, René. Diamonds, dat is al hartstikke handig. Ik weet niet, ja, ik kan ze gewoon pakken toch, neem ik aan. Maar geen zwaarden of... Oh, die liggen hier. Oké, die zou ook vast alle goede dingen wel in de ender chest hebben gedaan. Laten we even naar de tombe gaan. Ik wil gewoon even elk plekje onderzocht hebben, weet je. Op zijn minst, want wie weet vind ik daar wel iets. Deze tombe had ik natuurlijk gemaakt. En daar, ja, wie heb ik hier ingelegd ook alweer? Weet ik niet eens meer. Hier liggen de twee visjes onnodig. Oh man, dat waren... ik weet het nog. Twee visjes die dood gingen. Rip Jordi Blanco. Free aangekomen, Anne nog steeds. Rip Max zijn rode shulkerbox. Oh, dat weet ik nog. Toen had ik al mijn hele shulkerbox voor rockets weggegooid. Hier ligt Rick's YouTube kanaal. Dit is nog steeds dood inderdaad. Hier ligt Max zijn hoop op een coole tombe. Hoezo, hij is toch cool, de tombe. Hier ligt onze lieve panda. Free nog steeds. Rip 23. 2021 hier. Kijk, dat is bijna een jaar geleden. Hier ligt onze lieve opa. Wim. Oh ja, hier is Sander heeft dat gedaan toen destijds. Kunnen jullie Sander nog herinneren, jongens? Laat het even weten in de reacties. Weten jullie wie Sander is? Zijn basis was daar verderop helemaal. Daar ergens. Ik weet niet wie dit gedaan heeft. Jullie moeten hem echt even helpen, jongens, met wie dit mogelijk gedaan heeft. Jullie hebben vast wel theorieën gelijk en jullie hebben dat altijd wel snel door, meestal. Maar dit is wel een hele moeilijke om snel door te hebben. Oh, wacht, wacht. Ik heb een idee. Ik weet dat ik ergens... hier heb ik sowieso mijn boeken opgeslagen. Hier, juist. Oude leesboeken zelfs. Oké, maar hier zien we wel goede enchantments, dus. Maar dat is niet wat ik waarvoor kwam, want ik weet... Dat ik hierboven heb ik mijn villages natuurlijk. Ik wil even gewoon een goede enchant hebben, jongens. Silk Touch of zo, die zag je net natuurlijk. Maar ik wil gewoon ook een breaking en weet ik voor wat hebben. Maar hierboven helemaal heb ik natuurlijk mijn villagersruimte toen destijds gebouwd. Dat was hier. Voor mensen die nooit Contentveen 1.0 gekeken hebben, is dit waarschijnlijk echt heel verwarrend. En snap er helemaal niks van. Hier had ik villages met echt van alles en nog wat. Hier allemaal verschillende villagers. Wat had deze dan? Efficiency 5. Oké, dat is handig. Deze had mending. Efficiency 5 ook. Silk Touch, nou die hadden we dus zo, maar ik had ook een Unbreaking, dacht ik. Ja, hier Unbreaking, kost 14 emeralds. Nou, dat heb ik nog wel volgens mij. Ik heb sowieso een emerald toren, dus dan kan ik daar gewoon emeralds van halen. Ja, maar het is leuk dat ik dat dan trouwens heb, maar gaat mij dat helpen om terug te komen? Hoe moet ik terugkomen? Ik heb geen antwoorden, ik heb niks, er zijn geen clues achtergelaten. Ik ben hier gewoon gestrand, zonder enige indicatie. Okay, laat ik op zijn minst even Silk Touch erop zetten. Ja, dat is het enige wat ik heb. Heb ik een anvil hier? Volgens mij hier, ja. Op mijn pickaxe. Alleen dat kost 4 levels. Ik wist dat Anne verkocht volgens mij XP bottles bij... Even denken. Het winkeleiland. Maar ik weet niet of ze dat nog steeds deed. En dat was volgens mij in die grot of in de... Nee, dit was van Floor en dit was van Anne. Ja, winkel van Anne. Die verkocht uiteindelijk XP bottles. Nou, die ga ik gewoon stelen dan. Enchantment bottles voor 1 diamond. Of 5 diamonds. Nee, 1 diamond. Oké, maar ik ga die gewoon even pakken. Sorry, Anne. Maar... Ik weet niet hoe ik anders terug moet komen. En dit... Waarom denk ik zo moeilijk trouwens? Ik kan ze gewoon allemaal zo pakken. Dit is al genoeg. Laten we even wat levels kweken. Zodat ik genoeg heb om uiteindelijk mijn... Jezus, wat gaat dit snel? Oh mijn god. Wow, wat gaat dit snel? Maar dan kan ik in ieder geval alles even upgraden een beetje. Zo, hoppakee. Dit doen we erin zo. Dan heb ik die. En dan moet hier vast ook wel ergens een anvil staan, lijkt me. Zou erg slecht zijn als het niet zo was. Kom op, een anvil. Ja, hier. En dan kunnen wij zo Silk Touch er even opzetten. Nu hebben we alleen nog Unbreaking nodig. Maar dat boeit niet zoveel. Ik kan in ieder geval nu een Ender Chest meenemen. Hier, bijvoorbeeld deze zou ik nu gewoon mee kunnen nemen. Trouwens, als ik ooit nog diamonds voor mezelf nodig heb... Ik weet dat ik in de Simp Cave die ik daartoe gebouwd had... Daar had ik volgens mij wat diamonds in liggen, maar niet heel veel. Ik denk dat dat de enige diamonds van mij zijn die letterlijk nog terug te vinden zijn hier in de Simp Cave. Een Totem of Undying zelfs. Ja, hier. Die kreeg ik van René. En dit heb ik allemaal van René gekregen. Daarom heet het de Simp Cave. Mijn axolotje is er gewoon nog. Hey, jij bent er nog. Oké, jongens, ik heb een idee. Maar daarvoor heb ik een boek en quill nodig. En ik mis dan alleen nog de inkt. En ik denk dat ik die ook niet zo 1, 2, 3 ga vinden. Dus dat ik heel eventjes een ding eens moet gaan killen daarvoor. Maar waar is de zee ook weer? De dichtstbijzijnde. Oh, dus Black Dye. Wauw. Ja, dan moet ik denk ik even naar de zee gaan. Voor een inkzakje. Of ik ga gewoon kijken bij... Hoe heette dit kingdom ook? Gewoon Kingdom Friesland was dit. Oh mijn god.
Oh, dit was ik helemaal vergeten, die grote vlag. Laten we even kijken of zij inktzakjes hier hebben. Of dat hier misschien iets zwemt. Oh, hier, kijk, hier zwemmen gewoon inktvissen. En hoppa, hoppa. Juist. Dan kunnen we een boek en quill maken, zo. Dan gaan wij die eventjes schrijven. Maar dan heb ik ook een kistje nodig om hem te plaatsen. Of een barrel of zo. Iets waarmee ik dat kan plaatsen. Want ik weet nog, in deze surf, jongens, aan het einde was hier dit monument in één keer ontstaan. Een soort portal idee. En daar kwam een god uit, was het basically. Hij deed mij een beetje denken aan Jezus, maar het kan ook wat anders zijn. Die kwam eruit en die vertelde over het einde van Contact Veen en bla bla bla. En uiteindelijk is Contact Veen natuurlijk opgeslokt door een zwart gat. Wat ik ook wel gek vind, dat ik dus nu hier gewoon ben, terwijl het normaal is en niet helemaal opgeslokt allemaal. Maar goed, beste god, ik ben gestrand in het verleden en snap niet wat mijn doel hier is. Kan jij mij alstublieft... Kan jij mij plus helpen? Ik weet niet hoe ik terugkom. Groetjes, Max uit de toekomst. En dan noemen we hem Helpgod. Dan heb ik een kist nodig. Nee, dat is een kist, is niet goed genoeg voor een god hier. We moeten het in een shulkerbox doen. We doen het in een shulkerbox. Dat is veel fancier. Misschien dat hij... Een kist zou niet goed genoeg zijn. En dan hier, bij het altaar. Daar is hij toen meerdere keren gespand. Ik kan wel een flashback van geven. Ja, ik geef wel gewoon een flashback ervan. Ah! Jezus! Ah! Stop! Er zit een gezichtje onder. Oké, laten we dan... Want het was hier, zo. Laten we dan op het goudblok hier de dingen zetten. Met het boekje erin. En dan hopen... En dan hopen... Dat als hij hier ooit een keertje terugkomt, dat hij dit boekje ziet. En... Oh mijn god, ik was vergeten dat je die dingen niet aan kon kijken. Nee. Nee, ik was vergeten dat ik jou niet aan mocht kijken. Oh mijn god, ik kreeg even helemaal mijn hartverzakking. Oh mijn god, ik ben al zo lang in Contact Veen 1.0 geen... Of 2.0 en de mens tegengekomen, dat ik het hele principe daarvan vergeten ben. En dan gooien we die ding daar, zo. Toenk. Ah! Dat was niet slim om die enderpearl te gooien. Maar wie weet dat dat boekje helpt en dat hij misschien mij verder kan helpen met mijn doel hier. Misschien dat hij iets mee te maken heeft. En dat niet alleen. Ik wil kijken of er nog enige vorm van leven hier is. Misschien ben ik helemaal niet alleen. Misschien is Rick bijvoorbeeld nog wel. En hoe kan ik dat beter testen dan een boekje schrijven via ons koele systeem, via ons treinsysteem? Als ik nou gewoon een boekje daarin schrijf, misschien dat ik wel een keer een boekje terugkrijg of zo van Rick. Niet, ja, ik zag hem net niet dat ik erheen ging, maar je weet maar nooit, hè. Hier, doen we een minecart with chest, die plaatsen we hier. Dan boek en quill. Beste heer Force, ben je nog? Groetjes, je buurman. Hoi Rick, noemen we hem ook gewoon zo. Hoppakee, dan stoppen we die erin. Hoi Rick, wij lijken wel net 1 en 2. En we hopen dat we binnenkort ooit een keer een reactie krijgen. Wat was dit een ander systeem? Dit was ik helemaal vergeten hoe handig dit was. Dat ik gewoon zo mail naar Rick kon sturen op deze manier. Misschien dat ik wel wat terugkrijg van hem. Als er leven is. Dus ik heb nu daar en daar dat gaan. Ik denk dat dat wel genoeg is. Ja, en jullie gaan me natuurlijk helpen met ideeën. Mijn baas is een loser. Waarom heet dat zo? Hallo? Ben ik je baas? Ben ik een loser? En dan moet ik één ding nog testen, jongens. Eén dingetje moet echt getest worden. Strings, is mijn deurbel er nog? Bestaat mijn deurbel op het moment nog steeds? Of is die weg? Of doet hij het niet meer? Die zat hier. Oh. Hij doet het nog! Tun, 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 tun. Oh, maar deze die doet het gewoon nog met deurbel. Laat ik voor nu maar even wachten op de reacties van iets. En als ik geen reactie krijg, is het ook een reactie. Want dan weet ik dat ik echt alleen ben. Dat ook hij me niet meer kan redden en dat Rick er mogelijk niet meer is. Maar... Terwijl we aan het wachten zijn, ga ik even hier uit mijn heilige toren iets niet zo heiligs doen, namelijk de toren slopen. Misschien kan ik beter zo doen. En dan dit claimen, zo. Deze en dan deze terugplaatsen, zo. Namelijk, wacht, nee, trouwens, deze mag ook wel mee. En dan teruggaan. En dan misschien toch even mijn dingen upgraden, de gear. Waarom heb ik niet gewoon mijn eigen loot meegenomen? Dat is zo stom. Oh, nu moet ik weer helemaal mijn best gaan doen om het allemaal te upgraden, zo. Heb ik ook boekjes nodig? En die liggen hier. Ik weet het gewoon wel allemaal nog. Dat is serieus wel heel grappig. Best logisch natuurlijk, want ik heb het zelf gewoon gebouwd. Maar even goed. Oké, dan wil ik even een breaking hebben. Nou, we hebben genoeg emeralds natuurlijk om hier een unbreaking boekje te kopen. Zullen we ook gelijk even efficiency kopen? Hier. Efficiency 5. Ja, tuurlijk doen we dat. Wat kost mending? Mending kost wel veel. Dus dat doen we, maar dat doen we ook. Dan hebben we efficiency, mending, silk touch. En that's it. Ik denk dat ik niet meer nodig heb, hè? Oké, nou, de levels hebben we nog genoeg. En ik weet dat ik ook nog dinges bij me heb, natuurlijk. XP bottles, die heb ik in de ender chest gedaan. Dus die kan ik gebruiken om natuurlijk gewoon meer levels te halen. Maar laten we eerst even kijken. Als ik bijvoorbeeld efficiency erop zet, zo. Ah! Hij is stuk. Dan zetten we mending erop.
En dan zetten we... Oh, dat kan nog niet. Unbreaking. Daar heb ik 10 levels voor nodig. Maar kijk jongens, ik heb hier nog meer XP bottles. Die heb ik allemaal gekocht in Anne de winkeltje. Het grappige is, Anne verkoopt in Content Veen 2.0 in mijn dorp nu, in zo'n kraampje, verkoopt ze tegenwoordig ook XP bottles. Dus dat is echt gewoon haar trade. Dat heeft ze sinds seizoen 1 gedaan. Maar dat is me nooit echt, heb ik nooit echt bij me stilgestaan dat ze dat nu weer gewoon doet in het nieuwe seizoen. En dan doen we er hier Unbreaking op. Zo... Zullen we ook een naam geven? Hoe heette die ook alweer in seizoen 1? Mijn pickaxe. Ik weet het niet eens meer. Dat moet ik even opzoeken. Oh ja, ik heb het opgezocht jongens. Het was de Rini Destroyer. Oh mijn god, dat kost 16 levels. De Rini Destroyer, zo heette die. Ja. Oké, okay, dat kost 16 levels. Zeg maar dat ik dat red 16. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nee, ik red het niet. Nee. Maar ik wil hem wel de Rini Destroyer noemen. Waarom kost dat zoveel? De Rini Destroyer, kom op. Ik heb nog maar een paar levels nodig. Ik had ook geen Netherite meer, zeker. Hè? Nee, die heb ik ook waarschijnlijk in mijn Ender Chest gedaan. Oké, okay, maar het werkt in ieder geval goed. Ik heb nu gewoon een goede pickaxe. Dus dan kan ik deze Ender Chest hier kan ik ook gewoon hakken. Zo, hoppakee. Kan ik bij me hebben. Die kunnen we dan weer hier doen. Oftewel, dan kunnen we ook al onze... De rockets kunnen we er even in doen. Behalve een stekje zo. Juist, hoppakee. Ziet er goed uit. En dan voor nu, jongens, kan ik niks anders doen dan de video afsluiten. Ik ben gestrand in Content Veen seizoen 1. Jullie moeten me helpen door van alles achter te laten qua reacties. Vergeet zeker niet even de video ook te liken en te abonneren. Vind je Content Veen nou zo leuk? Dan moet je gewoon echt even abonneren, jongens. Voor de ouders thuis die denken... Mijn kind mag niet abonneren. Kost geld. Is niet waar. Abonneren is helemaal gratis. En wanneer je het zat bent, kan je gewoon weer de-abonneren. Doe je niet natuurlijk. Maar het kan wel. Nee, het is helemaal gratis abonneren. Dus kom op, overweeg het nou even. Het heet abonneren, maar het is eigenlijk gewoon volgen. Net zoals dat je op Instagram iemand kan volgen. Of op Facebook vrienden kan zijn met iemand, weet je. Abonneren klinkt gelijk inderdaad alsof het geld kost. Dat is eigenlijk best wel raar voor YouTube. Maar goed, ik dwaal af. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, volgende aflevering gaan we hier verder. Kijken of we iets kunnen doen. Ik weet het niet. Voor nu, kijk lekker het vorige Content Veen deel. Hier hebben we de begraafplaats gemaakt waar we Fred en Kwast en alle andere dieren lekker begraven hebben in de wereld waar ik eigenlijk heel graag naartoe wil, maar helaas kan het niet. En dan voor nu spreken, laat een glasje water, 4 flesjes bier, tot de volgende keer. Yeah!